Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag Ton Zuidema als gast. Hij is de fractievoorzitter en lijsttrekker van D66. We zijn volop gestart met de campagne. We hebben een mooi programma, een mooie lijst en we zijn druk bezig. Ga eens vertellen over die mooie campagne dan van D66. Nou weet je, het is elke keer weer spannend wat je wil gaan doen met je gemeente. Dus wat we vooral belangrijk vinden is het eerste speerpunt wat we hebben benoemd, is dat we die inwoners willen gaan betrekken, veel meer willen betrekken bij besluitvorming daar in die raadzaal. En dat is een lastige, maar daar gaan we echt serieus over nadenken. Hebben we ook al gedaan en we gaan veel meer die inwoners opzoeken. Maar dat is natuurlijk niet van alleen vandaag, hè? Dat is eigenlijk van alle jaren. Zijn we langer mee bezig, via beeldvormingsavonden bijvoorbeeld. Maar we gaan ook steeds vaker aan het ambtelijk apparaat vragen met de stukken die langskomen. Bedenk elke keer op wat voor manier de burger belang heeft bij het stuk wat voor ligt. En hebben wij er belang bij dat we ze ook bevragen. En meestal is dat zo. Dus je ziet heel vaak nu in nieuwe plannen dat eerst even een lijntje wordt uitgelegd naar de inwoners. Er wordt een denktank gemaakt of er wordt een klankbordgroep geformeerd. En dan ga je op die manier kijken hoe je zo zorgvuldig mogelijk je besluitvorming kunt doen. Nou, een concrete invulling daarvan? Nou, wat op dit moment speelt, wat eraan zit te komen, is bijvoorbeeld de woonunits van het beschermd wonen in Passewaaij. Mm-hmm. En een andere is de zonnepanelen in Kapel-Avezaath. Is dat nou een voorbeeld van het helemaal eigenlijk verkeerd aanvliegen? Er is een hoop reuring ontstaan, hè? Voor eerst werd er geroepen de ASO-woningen, maar dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Nee, wat je merkt... En een hoop commotie in de wijk. Ja, ik begrijp dat wel, maar het heeft vooral altijd weer te maken met communicatie. Heb je voldoende informatie doorgespeeld naar je inwoners? Weet men waar het over gaat, over wie het gaat, over welke plek, de stappen die worden genomen? En als dat eenmaal duidelijk is, ja, dan valt het over het algemeen heel erg mee. Begrijpen mensen het en kunnen ze meegaan in wat we van plan zijn. Of daar nog aan bijsturen als dat nodig is, want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, reuring om niets. Is dat nee, ik begrijp die onrust heus wel, natuurlijk. Kijk, het is heel erg van deze tijd om makkelijk je mening te geven, makkelijk je te bemoeien met dingen. Die mogelijkheden zijn er gelukkig ook steeds vaker. De drempel in besluitvorming wordt alsmaar lager. Dat is een goede ontwikkeling. Vind ik een uitstekende ontwikkeling. Maar dat vergt wel van zowel politiek als ambtenarij dat je meegaat met die drempel verlagen en dat je dus goed nadenkt, hoe betrek ik mijn inwoners bij wat we aan het doen zijn. Je ziet ook vaak dat mensen al een mening geven terwijl ze eigenlijk geen goede achtergrondinformatie hebben om die mening te duiden. Nou, dat klopt, hè. Dat zei ik net. Die achtergrondinformatie is belangrijk, daar moet je waarschijnlijk ook mee beginnen, dat lijkt me verstandig. En vervolgens middels allerlei panels of klankbordgroepen of faseren van je besluitvorming mensen meenemen in wat we gaan doen. Social media, dat is dan ook zo'n modewoord, hè, om daar gebruik van te maken. Iedereen duikt erop. Wat doen jullie daarmee? We hebben onze website, we hebben een Facebookpagina, we hebben een D66 Twitter-account. Dus er zijn heel veel, en de telefoonlijst uiteraard, er zijn heel veel mogelijkheden om onze club te bereiken. Maar als je dan zeg maar het mainstream wil bereiken, hè, dus gewoon de inwoner, we hebben er in Tiel ruim 40.000, hoe gaan jullie dat doen? Nou, dan komen wij graag hier aan tafel natuurlijk, want je wordt veel bekeken op Stadstv. We gebruiken de mogelijkheid om, dat doen we vanmiddag ook weer in de stad, met een foldertje en wat persoonlijk contact mensen te bereiken, dingen en mensen te bevragen rondom bepaalde thema's. Dus een beetje dat uitlokken. Willen we mensen en masse bereiken, ja, dan doen we dat via website of via Facebook. Ja, in ieder geval dus bereikbaar. Ja. Moeilijke tijden best wel, hè? Als je kijkt naar de politiek, ook op het lokale vlak. Er gebeurt van alles. Het is vaak de waan van de dag. Mm-hmm. En je moet eigenlijk wel heel veel doen. Dat is niet om je naar de mond te praten, maar het kost gewoon heel veel tijd. Ja, door de werk. Ja, dat is landelijk ook inderdaad. Je moet overal verstand van hebben. Dat laatste valt wel mee. Als je antennes uit hebt staan, je hebt een actieve fractie, steunfractie, dan zijn er altijd specialisten om je heen die je bijpraten, die weten van de hoed en de rand van bepaalde onderdelen. Mm-hmm. Maar het is wel belangrijk dat je die hebt inderdaad. En wij zijn gelukkig behept met een aardige, brede groep mensen die hun voelsprieten in de samenleving hebben. Dus dat is in orde. De werkdrukte, waar ook landelijk veel over te doen is op dit moment. Ja, dat klopt. Kijk, als het Rijk onderwerpen over de schutting gooit, even oneerbiedig gezegd, dus dat gemeenten steeds meer moeten kunnen en uitvoeren, dan betekent dat veel meer expertise nodig is bij raadsleden en commissieleden.
Met name in het sociaal domein zie je dat dat complexe dossiers zijn. Er moet heel veel gebeuren, het raakt direct je inwoners. Je moet dat zorgvuldig doen, er zit heel veel wet en regelgeving omheen. En dat kost aardig wat leestijd en overlegtijd voordat je dat netjes in besluitvormingsprocessen daar iets over kunt zeggen. Ja, dan heb je dus een grote fractie nodig, dan kan iedereen een klein gedeelte doen. Dat helpt wel, ja. Als je nou kijkt naar de lijst van D66, wat mij dan opvalt is, relatief gezien, niet veel jonge mensen bovenin die lijst. Hoe komt dat? We hebben een aardige mix, denk ik. We hebben gekozen voor ervaring, juist vanwege die complexiteit. De huidige voorzitter bijvoorbeeld staat op 5. Een ex-wethouder in Tiel staat ook heel erg hoog. Erik Henning, jij bent ook niet meer de jongste. En er zijn natuurlijk, als je verder kijkt in de lijst, best wel mensen, D66, geeft de jeugd de toekomst. Ik denk maar even aan Van Mierlo, die dat aangeeft. Nee, helemaal gelijk. We hebben twee jonge vrouwen op de lijst staan. Naar verwachting gaan die zeer actief, en dat doen ze ook nu al, in die politiek aan de slag, in commissie, dan wel in de raad. En met de mensen met wat meer ervaring die daar tegenover staan, maken wij samen de politiek. Dus het gaat niet zozeer om de mensen ook die het doen, maar ook vooral om gedegen politiek bedrijven en zorgen dat je geen brokken maakt en met elkaar voor die inwoners je best doen. Ja, het stuur van de afgelopen jaren, Laurens Verspuy, als we daarover kunnen spreken, de wethouder, die stopt ermee. Dat is een aderlating. Nou, dat hoeft niet per se. Kijk, politici hebben een bepaalde houdbaarheid, zeggen we wel eens. Ik denk dat Laurens Verspuy zijn sporen verdiend heeft in het Tielse. Het is tijd voor een nieuwe carrière-stap, maar vraag dat vooral aan wethouder Verspuy. Op de achtergrond is hij zeker nog actief, ook bij ons. Laat de partij zomaar niet los. Het is echt wel zijn kindje ook geworden. Dus wat dat betreft zijn we hem zeker niet kwijt. En jouw rol voor de komende periode? Nou, ik ga met mijn team de campagne aansturen, zorgen dat we goed en duidelijk voor het voetlicht komen, dat men in Tiel weet wat D66 gedaan heeft en wat we van plan zijn te gaan doen met onze stad. Het verkiezingsprogramma is klaar, de lijst is klaar, we hebben een campagneplan en we gaan er vol tegenaan. Ja, ik vroeg dat omdat er nog niet echt een wethouderskandidaat is, hè, bij D66. Mm-hmm. Nou hoeft dat ook niet per se dat nu al gebracht wordt, maar andere partijen, iedereen wordt een beetje zenuwachtig, want wie gaat met wie en wie zou wat kunnen gaan doen. En natuurlijk moet de stemmer, hè, de inwoner, die stemt en die bepaalt dus uiteindelijk. Mm-hmm. Maar goed, verhoudingen worden wel zeg maar een beetje duidelijk. Ja. En D66 heeft nog niet kunnen aangeven wie die wethouder gaat worden, eventueel. Hoe is jouw rol daarin? Nou, niet zwart-wit. Kijk, ben je beschikbaar, laat ik het zo zeggen. Nee, maar kijk, de kiezer gaat zich uitspreken 21 maart. En politieke processen zijn wat anders. Nou, stel je voor, D66 houdt 4 of 5 zetels. Nou, hiep, hiep, hoera, de vlag gaat uit. Precies. Je gaat dan hoogstwaarschijnlijk meepraten. Gaat Ton Zuidema dan ook voor het wethouderskandidaatschap? Niet per definitie, maar u kunt ervan uitgaan dat we uiteraard met een uitstekende wethouderskandidaat komen tegen die tijd. En hoe ver staat het daarmee? Daar wordt aan gewerkt en nogmaals... Jullie hebben nog niet echt iemand gevonden? Op dit moment zijn we in gesprek met een aantal mensen en ook intern kan er nog van alles gebeuren. Maar moet je dan denken aan, inderdaad, je zegt intern, maar met name extern, dus daar kwaliteit vandaan halen? Of hoe is die gedachte? Nou, alle opties liggen wat dat betreft open. Ja, maar de tijd gaat dringen. Nou, dat valt wel mee. Kijk, het is nog lang geen 21 maart en we hebben nog een hele klus te doen. En bovendien, kijk, onze kiezers stemmen niet op een wethouder. Die stemmen op ons partijprogramma en op het idee van D66. Nou, maar mensen op lokaal niveau stemmen ook op mensen. Ja, en we hebben een mooie lijst, dus dat gaat ze zeker lukken. Ja, maar jij bent dus ook wel beschikbaar als eventueel wethouderskandidaat? Nee, heb ik al eerder aangegeven. Op dit moment in mijn huidige functie heb ik handen vol, leuke baan en daar heb ik... Zekerheid, daar blijf je bij, want wethouder ben je ook aan van de dag natuurlijk. Nee, heeft niet met zekerheid te maken, heeft puur te maken met deels mijn leeftijd en deels mijn zeer interessante baan op het Linger College op dit moment. Oké, helder. Maar je gaat wel aanvoering geven, ja. Als dat goed omschreven is, aan D66 in de komende 4 jaar. Ja. Perikelen rondom die verkiezingen, als je kijkt naar andere partijen, men wordt een beetje zenuwachtig. Mm-hmm. Merk je dat zelf ook? Wij zijn niet zo van de zenuwen bij D66. We hebben het goed voorbereid en zien het vol vertrouwen tegemoet. Kijk, een campagneperiode is altijd een beetje
koffiedik kijken, je klaarmaken voor de campagne, zorgen dat je ideeën goed naar voren komen. Dus die nerveusiteit, dat hebben wij natuurlijk ook. Een klein beetje plankenkoorts is prima, houd je scherp. Nou, ik bedoel, wat heel opvallend was het gedoe bij het CDA tot nu toe. Loopt allemaal nog een beetje achter de schermen. Mm-hmm. Is dat de huidige fractievoorzitter op nummer 2 staat en de nummer 2 op 1. En ook lijsttrekker is. Dat is opvallend. Nou, dat zijn vragen vooral voor het CDA, denk ik. Dat snap ik, maar jij hebt daar wel een mening over. Nee, dat is eigenlijk... Je kunt daar wel iets van vinden. Nou, dan daag ik jou uit bij deze om dat te vertellen. Ja. Nou, dan laat ik die mening nog even vormen. Ik zie het CDA tot nu toe als een prima partner. Met de mensen die daar binnen zitten, kan ik allemaal... wij als partij prima samenwerken. Als betrouwbaar? Jazeker, ja. Oké. Okay. Programma van D66 Tiel. Mm-hmm. Goed over nagedacht afgelopen zomer met een denktank. Wie zijn daarmee bezig geweest? Nou, heel veel mensen, zowel van binnen als buiten de partij. Uiteindelijk een man of 10 met z'n vieren ongeveer hebben eraan geschreven uiteindelijk. En dit is vaak een samenwerkingsproduct, omdat we vinden dat we ons allemaal daar prettig bij moeten voelen. Mm-hmm. En we moeten achter de ideeën staan. En ik denk dat dat weer gelukt is. Zullen we er een paar uithalen? Een paar dingen. Ja? Bijvoorbeeld Passewaaij. Ja. Ontsluitingsweg. Waarom geen rondweg? Omdat het is een enorme wijk en die wijk is nog aan het groeien. Dat gaat gelukkig weer nu de economie wat aantrekt, wat meer gebouwd gaat worden. En we zien de noodzaak, dat zagen we 4 jaar geleden ook al, we zien de noodzaak steeds meer voor die inwoners om makkelijker de wijk uit te kunnen via een extra aansluitingsweg. Ja, mooi. Financiering van het verhaal, dat is een probleem, want we hebben geen geld meer in Tiel. Nou, op dit moment is het misschien lastig, maar... Kijk, op het moment dat er gebouwd kan worden in Passewaaij, krijgt de gemeente ook vanuit die bouwleges weer wat financiële armslag. We kunnen nog met de provincie aan de slag. Ja, dat geld zal er ook gedeeltelijk gebruikt gaan worden voor de WLP? Nou, dat zal zeker zijn, maar dat betekent niet dat alles daar naartoe moet. En het is heel lastig om vooruit te bepalen wat nou straks de financiële ruimte van Tiel wordt. Mm-hmm. Ook de afgelopen periode zijn we met de nodige creativiteit en daadkracht hebben prachtige dingen kunnen doen. Dus ik heb er vertrouwen in dat het weer gaat lukken. Ja, maar het is geen zekerheidje dat die ontsluitingsweg er gaat komen. Nee, maar daar hebben we dus externe partners voor nodig. Zeker, ook. En die zekerheid kun je op politieke vlak natuurlijk nooit geven. Goed. Nog meer mooie punten. Hoe zit het bijvoorbeeld met het referendum en de gekozen burgemeester? Ja, nou, dat zijn landelijke thema's. Daar kunnen we in Tiel van alles van vinden, maar daar zullen we toch een beetje achter het landelijke beleid. De gekozen burgemeester heb je zelf ook wel eens voor uitgesproken in de zin van dat je zou voor kunnen stellen dat op termijn dat zou gaan gebeuren. Ja, dat zouden we zeker voor kunnen stellen. Nou moet ik wel zeggen, op dit moment zijn we zeer tevreden met de huidige burgemeester. Ja, dus daar heeft het niks mee te maken. Nee. Maar het principe dat je in een doorgezette democratie ook dat soort bestuurders met elkaar kiest. Omdat je vindt dat een bepaald persoon bij jouw gemeente past, om allerlei redenen. Ja, dat hebben we nog steeds in ons vaandel. Veel gehoorde klacht van veel raadsleden is, en dan gaat het met name om die samenwerkingsverbanden. Hè? Mm-hmm. Vanuit de regio Rivierenland, een inkoop met 10 gemeentes, bijvoorbeeld de AVRI. Dat men zich buitenspel gezet voelt worden. Er is ook een onderzoek geweest van raadslid .nu, geloof ik. Dat een meerderheid, ruim 60%, dat ook vindt. Mm-hmm. Hoe kijkt D66 Tiel daar tegenaan? Daar lopen we ook wel tegen aan. Wij zijn juist voor die doorgezette democratie, ook op die gemeenschappelijke regelingen. Via democratie. Nou ja, precies. En je hebt daar je invloed nodig. Nou, dat kan. Hè. Er zijn systemen om daar je mee te bemoeien via de agendacommissie. Dus we kunnen onderwerpen aandragen in die gemeenschappelijke regelingen. Ik kan me nog herinneren, dus volgens mij 4 jaar of 8 jaar geleden, dat Laurens Verspuijt, toen lijsttrekker, nog zei van die regio Rivierenland, dat was zeg maar een steentje die in de vijver gooide, die regio Rivierenland, een gedrocht van een organisatie. Is dat veranderd? Ja, dat gaat of is het eigenlijk nog steeds hetzelfde? Nee, dat is wel veranderd. Er is meer transparantie en we staan daar dichterbij. Er is meer overleg en dat heeft er ook mee te maken dat natuurlijk wethouder Verspuijt daar regelmatig in onze raad terugkoppelt en wij onze punten mee kunnen geven aan hem. Is het niet beter om zeg maar toch weer alles kleinschalig te houden, terug naar de kern?
Dat gaat bijna niet omdat je elkaar nodig hebt om een stevig geluid te laten horen. Juist als rivierenland. We timmeren aan de weg als corridor door Midden-Nederland. En daar heb je die organisatie echt wel voor nodig. Je ziet ook vaak, bijvoorbeeld met de AVRI, dat het ook bedoeld is om bezuinigingen te halen. Mm-hmm. En uiteindelijk valt dat allemaal wel mee. En als die bezuinigingen er zijn, dan is het eigenlijk heel simpel. Want er wordt minder vuil opgehaald. En op een andere manier. Dat is iets te kort door de bocht. Daag je uit. Er is inderdaad een efficiëntieslag gemaakt, ook bij de AVRI, bij meerdere regelingen. Dat heeft niet geleid tot minder vuil ophalen, maar wel anders. Dus met meer recht doen aan wat inwoners willen. We hebben daar als politiek natuurlijk mee zitten worstelen, omdat we ook veranderingen zien in de maatschappij rondom het goed scheiden bijvoorbeeld. En vanuit de diverse gemeentes gaan we dan weer met de AVRI in gesprek en kijken of het anders kan. D66 is niet ontevreden over hoe het nu gaat. Maar we zien wel dat er verbeterpunten zijn, natuurlijk. En ook daarop inzetten, in de komende periode? Nou, in het verkiezingsprogramma staat daar niet zoveel over in. Nee, veel meer op. Omdat we de lijnen die zijn uitgezet hebben vertrouwen in dat dat gaat werken. Er is extra geld naar met name de aanpak van zwerfvuil gegaan, dat was ook nodig. En met name een publiekscampagne daar hebben wij voor gepleit, van zorg nou dat men weet wat voor problematiek er is rondom dat zwerfvuil en zorg nou dat mensen betrokken worden. We hebben gelukkig een aantal hele bereidwillige inwoners die zelf met een prikstokje af en toe de wijk in gaan. Ja, en zo'n soort gedragsverandering, dat je het met elkaar belangrijk vindt, dat we een schone stad hebben, daar zijn we al wel groot voorstander van. Dat is natuurlijk 4 jaar geleden al ingezet, hè? De zelfredzaamheid van de maatschappij. Ja. Moet je natuurlijk oppassen dat je niet dat verandert in, dus zoek het maar uit maatschappij. Dat is natuurlijk best wel een dun lijntje zo af en toe. Nou, dat is het gesprek waar we ook net begonnen, die inwonerparticipatie. In ons verkiezingsprogramma staat ook, kijk... En vaak zijn het ordinaire bezuinigingen. Nou, dat moet je dus helder maken. En op het moment dat je zegt, als gemeente, er moet iets door inwoners worden gedaan, want we hebben het geld er niet meer voor, dan moet je ook klip en klaar dat zeggen en vervolgens met die inwoners samen aan tafel en kijken waar je elkaar kunt helpen. Ja. Maar er zijn veel interessantere dingen gaande. Neem het dorpsplan Kapel Avezaath, waar inwoners los van de gemeente zeggen, wij hebben een plan, we hebben ideeën voor ons dorp, we gaan daarmee aan de slag. En we hebben die gemeente graag als backup, als vraagbaak of misschien af en toe wat hand- en spandiensten. Maar heel veel dingen kunnen wij zelf regelen. Nou, voorheen was dat best problematisch. Dan loop je tegen een systeem van regelgeving aan of tegen een ambtelijke organisatie die er nog niet aan gewend is. Dat gaat nu steeds beter. En daar ontstaan prachtige dingen. Nou, en dat is op zich hartstikke goed natuurlijk voor zo'n stad. En een stad moet ook in beweging blijven. Nou, daar wordt je stad dus dynamisch van. We hebben het laatste... was ik bij de opening van Oosthonk, de nieuwe voorgevel en dat gedenkplekje in die bankje voor Jan Groenhuizen. Ja. Als je ziet hoe dat wijkcentrum nu gezicht maakt naar de wijk en hoe open het is en hoe makkelijk je daar nu inloopt en wat voor fantastische functie dat ding heeft. Mm-hmm. Denk van, ja, zo werkt het dus. Dat moeten we veel meer hebben en dat kan. Inwoners kunnen daar natuurlijk volste vertrouwen in. Nou, spannende tijden zoals gezegd. Ja. Verkiezingen komen eraan. Jullie zijn weer klaar voor een nieuwe periode, een regeerperiode in Tiel van 4 jaar. Ja, zeker weten. Ja. Dus ook tevreden over hoe het de afgelopen 4 jaar gelopen is. Er is veel geld uitgegeven, ook goed voor die stad. Ook heel veel bezuinigd, hè? Ja, zeker. Zwembad, het laatste onderwerp wat we nog even meepakken. Een thema wat heel veel Tielenaren bezighoudt. Mm-hmm. Zoals het nu loopt, vind je ervan? Nou, we hebben met elkaar benadrukt... Dus uitgekleed zwembad, hè? Dat is dan het verhaal. Nou, dat is misschien iets te simpel. Het is geen uitgekleed zwembad. Er komt straks een prachtig zwembad. Waar we vooral ons hart voor hebben gemaakt als hele raad... is om dat proces naar voren te halen. Met stijgende kosten op dit moment. Met weer de aantrekkende economie. Dat heeft ook een tegenkantje. Willen we zo snel mogelijk aan de slag. Anders moet je dat zwembad toch binnen een hele korte tijd fors gaan renoveren. Nou, we zetten daar liever een mooi nieuw gebouw neer. Ja, op termijn is dat goedkoper. Dat is op termijn goedkoper, het wordt duurzamer, er komen meer faciliteiten rondom dat zwembad. En we zorgen ervoor dat de verenigingen die er gebruik van maken en de inwoners die daar gebruik van maken, dat die niet tekort wordt gedaan. Schoolzwemmen wilden jullie afschaffen, hè? Hoe zat dat nou precies? Nou nee, we willen dat niet afschaffen, maar het is in eerste instantie geen gemeentelijke taak. We hebben dat wel altijd gedaan. En in het immense lastige pakket van... de naam zegt het al, dat moet dan de school betalen, maar de school geeft ook niet thuis. Dus wordt het een verantwoordelijkheid van scholen samen met de ouders, inderdaad. Ja. En die kant moet het op?
Nou ja, kijk, als het geld tegen de plinten klotst, is het prachtig dat je dat soort voorzieningen als gemeente kunt betalen met elkaar. Tuurlijk. En de dat is een van de scherpe keuzes die we met elkaar als coalitie hebben gemaakt. En soms doen daar dingen pijn. Ja, dit is er een. Jij bent voorstander van het doorzetten van de coalitie zoals die er nu is? Poeh, dat is wel heel voortvarend. Ja, probeer jouw dingen te ontlokken. Ja, dat snap ik. Kijk, we hebben denk ik uitstekend samengewerkt. Als we 4 jaar terugkijken en zien wat we hebben gedaan met elkaar, dan is Tiel er toch weer mooier op geworden. Het bloeit, het bruist, er zijn veel activiteiten, we hebben veel voor elkaar gekregen. We hebben sluitende begrotingen afgeleverd met elkaar en daar zijn we trots op. Dus als het op die manier nog een keer zou kunnen, dan ga ik dat niet uit de weg. Een PVDB-geluid, ook goed voor die stad. Ja. Wat vind je daarvan? Wat ik van de PVDB vind. Ja, nou goed, ja. Die zou, ik bedoel, als we deze coalitie doorzetten, valt PVDB naast, pissen ze naast de pot, laten we het zo maar eens zeggen. Ja, weet u, het is democratie. En dus dat hele proces moet nog gaan komen. Laat die kiezer zich maar uitspreken op 21 maart. Ja, dat maar je, hebt zelf een voorkeur, dat bedoel ik te zeggen. Ja, maar dat is geen wet. Kijk, op het moment dat het hele speelveld gaat schuiven, zullen wij daar opnieuw onze positie in moeten nemen. En daar ben ik heel benieuwd wat die kiezer van ons gaat vinden. Ja, en dan gaan we met z'n allen meemaken. Simpel zat. Zeker weten. Mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Graag tot volgende week.